Yo, Vaco Gamers, Lars hier en welkom terug bij een gloednieuwe aflevering van Assassin's Creed Revelations hier op Vaco Games. Hey jongens, om eventjes terug te komen op de video van gisteren. Als het goed is, dan is die video van gisteren in 60 frames per seconde geüpload. En zou het dus een beetje vloeiender moeten lopen dan dat het altijd geweest is tijdens Assassin's Creed. Ik heb geen idee of dat het ook echt zo is, want ik zelf persoonlijk zie totaal het verschil niet tussen 30 frames per seconde en 60 frames. Maar sommige mensen die schijnen dat dus te kunnen zien. Dus als het goed is, vanaf nu 60 frames per seconde hier in Assassin's Creed. En ik weet trouwens niet eens of Assassin's Creed zelf wel in 60 frames per seconde loopt, maar waarom ook niet? We kunnen het doen dankzij de nieuwe Vaco PC en dankzij jullie support op Vaco Games. En als je mij wilt steunen, dan weet je wat je kan doen. Knal even die like op deze video, vind ik tof, vindt Ezio tof, en Ezio die schiet dan er spontaan van in de verdediging. Geen idee wat ze daarmee bedoelen trouwens. Oh, een wit vierkantje, dat is een hele spannende game. Schuilplaats verdedigen. Tempeliers vallen één van je schuil... Daar kon ik er niet... Dat is het nadeel van een hele snelle PC hebben. Ik kan de dingen niet lezen. Ik weet alleen dat we aangevallen worden. Maar wat willen we nog meer? Hallo, wat moet ik doen? Ik kon het niet lezen, niet. Verdedig de sluipmoordenaars. Pardon. Verplaats de muis met je cursor. Ja. Daken zijn rood. Oh. Hier. Dat kost 10. 10 wat? 10 moraal. Oké. Kan ik er nog meer? Kruisboogschutter. Selecteer de kruisboogschutter. Dat is de kruisboogschutter. Oh, wacht eens eventjes. Dit lijkt wel een beetje op... Weet je wat dit op lijkt? Castle Defend lijkt dit wel een beetje op. Wat komt eraan? Er komen dingen aan! Ik weet alleen niet wat. Help. Ga maar daar zitten. 16 moraal. Oh, dat is het geld dat ik uit kan geven. En als zij dan dingen neerschieten... Juist, dat dacht ik. Dan gaat het inderdaad omhoog. Oh, maar dat is niet zo moeilijk. I can do this. Hop, jij daar. Net zo staat er een beetje als een baas. Een beetje bij te kijken. Iedereen is dood. Loser boys. 2 moraal erbij. Plaats barricades. Oké, barricade. Maar dat kan niet, die kost 10. Weet je wel hoeveel moraal dat is? Daar. Dat is een barricade. Op de barricades, jongens, met z'n allen. En dan moeten zij natuurlijk eerst dat slopen. Dan kunnen ze in de tussentijd helemaal kapot geschoten worden. Dat is een goede tactiek. Vind ik zelf dan. Maar ik heb liever soldaten. Kan dat ook? Wat is dit dan? Sluipmoordenaars leider. Daar moet de sluipmoordenaars leider. Maar dat kan niet. Oh, wacht, ik heb geen moraal natuurlijk. Eerst moeten al die gasten dood. Hop! Dus zo, hè. Met een vuist. En dan komt deze erbij. Sluipmoordenaars kruisboog. Hey! Doe eens even niet. Een beetje mijn barricade slopen. Speel een nieuw dak vrij. Dat heb ik dan echt gedaan. Nou, een nieuw dak. Hier. Oppassen waar de pietenmoot. Daar. Make your stand there. Wat is dit? Infanteristen. Komen ze ook van die kant? Dat zou echt super sneaky zijn. Defend that area. Defend the area. Gaan jullie maar daar staan. Ik heb echt oprecht geen idee wat ik doe. Volgens mij komen ze elke keer via deze kant. Maar ze komen ook via die kant volgens mij. Want daar is eigenlijk ook zo'n ding. Hoe weet ik nou welke kant ze vandaan komen? Help! Ik heb echt zo'n vermoeden dat ze daar ook zo meteen komen. Dus moet ik ook die kant verdedigen. Je moet niet... Oh nee, daar komen ze vandaan. Je moet natuurlijk niet al je ballen op één doel gooien. Je moet jezelf een beetje verspreiden. Dat is belangrijk. Daar nog één. Ze hebben echt geen enkele kans, man. Weet je wat ik doe? Ik ga heel sneaky zijn. Zo. Als ze er door zijn, kunnen ze meteen naar de volgende beginnen. Kruisboog. Ja, die zijn lekker makkelijk. En ook niet zo duur. Die kosten maar 15. 10. Oh! Daar ging mijn barricade. Zonde, man. Ja, daar eentje. Kanon! Plaats de cursor op de groep tempeliers. Oké. Druk op T voor een kanonschot en houd T ingedrukt voor een... salvo. Salvo wat? Salvo kanonschoten? Take a stand there, Betty. Oeh,
de zeer. Ik weet alleen niet wat vandaan kwam. Maar het doet ontzettend zeer. Oh, ik heb gratis assassins. Wauw. Overal assassins. Kill alles. Pijnlijk. Ik wil nog een... zo een. Hap. Kan ik nog meer assassins plaatsen? Dat zou echt super baas zijn. Doedoedoed. En mijn dak zit vol. Ik zou wedden dat Sinterklaas dat probleem nooit heeft. Het heeft tegenwoordig geen pieten meer. Ik weet niet of jullie het Sinterklaasjournaal een beetje volgen. Ik wel namelijk. Want Sinterklaasjournaal is baas. Alleen Sinterklaas heeft geen zwarte pieten meer. Ze zijn wel met een heleboel trouwens nu vandaag. Je kan hier toch best zitten, man. Je hebt het nog niet eens geprobeerd. Zag je dat? Die gast wilde terug naar huis lopen. Die had zoiets van, fuck dit. Ik doe niet meer mee, dacht hij. Lekker op zo. Oké. Ik ga een beetje moraal sparen. Kijk wat er gebeurt als ik dat nog hou. Misschien dat ik wel een hele dure unit krijg of zo. Al die assassins jou dan toch wel makkelijk vol. Hé hey, jongens, doe schieten. Je zit wel een beetje bedakt te derpen, maar ik heb liever wat hebben, dut. Oeh, pijnlijk. Pijnlijk. Heb ik nog ergens een unit leader? Nou, daar gebeurt niks. Wat is dat dan voor ding? Een ram. Dan gaan ze natuurlijk proberen hem... Juist. Gaan ze proberen hem hier doorheen te rammen natuurlijk, hè. Sneaky bitches. Dat lukt jullie niet. Misschien dat ik mijn kanon nog wel heb. Als dat zo is. Vuur. Schiet dan. Oké, okay, nog een keertje. Units. Hallo? Daar, units. Overal units. Deploy all the units. Kom jongens, kill him! Leider? Hallo? Uh-oh. Kijk, dat bedoel ik! Hier ben ik, hier ben ik! Paniek, paniek, paniek! Schiet meneer. Daar, daar is schiet meneer. En daar is schiet meneer. Overal schiet meneer! Schiet op, tempo! Kijk hoeveel we nog hebben, man! Dat moet nog helemaal kapot! Schiet nou! Riet nou, stel dat je Hansworst. Goed zo, hè. Heeft een tijd geduurd, zeg. Maar volgens mij is het gelukt. Schuilplaats verdedigd. Like a boss. Sluipmoordenaars opgeroepen. 32. Sluipmoordenaars verloren. 3. Oh, nou, vooruit. I'll take it. 3 kanonschoten. En de schuilplaats is 50% gesynchroniseerd, 81% in totaal. Is dat goed of is dat niet goed? Laat maar even weten in de comments, is dat goed of niet goed? Ik heb in ieder geval 100 geld gekregen. 800 XP voor de sluipmoordenaarsleerling. Geen idee of het goed is, ja of nee. Doornappelpoeder, dat klinkt niet heel erg lekker. Contactbehuizing en voetangel. Juist. Nieuwe eenheid luchtsluipmoordenaar. Aha. Ik heb oprecht geen flauw idee wat het is. Ik kan wel heel stoer zeggen, luchtsluipmoordenaar, ah, cool. I have no freaking clue. I really don't. Send word if the Templars regroup. I will be with Yusuf at the Grand Bazaar then. Take a ferry across the Halic. It's the fastest way to the peninsula. Het pont. We nemen het pontje naar de overkant. Naar de overkant. We nemen... Oh, daar is een uitkijkpost. Die wil ik eigenlijk wel hebben. We nemen de uitkijkpost van. Dan kunnen we zien wat we doen. En dan doe ik tenminste niet meer alles als een blinde idioot. Hop. Nee, het zou gewoon klimmen. Hop. En zo. En klim. Goed zo. En dan kunnen we hier verder naar boven. Goed zo, het is jouw brave jongen. Het zo moet natuurlijk nog een beetje wennen in dit land, hè. Hij kent het allemaal nog niet zo. Het is allemaal vreemd hier. Hij komt natuurlijk uit Rome en Italië. Dan is Istanbul er echt totaal iets anders. Oké, en synchronize. Want in Rome kan Ezio tenminste lezen wat er op de bordje staat. Dat kan hij hier niet. Dus hier is het voor Ezio net zo vreemd als dat het voor mij is. Let's do this. Zappakidee. Maar dit ken ik nog wel. Dit kan ik natuurlijk dan gewoon repareren. Kan dat ook of heb ik niet geld genoeg? 936, nee, dat is te weinig. Ik heb niet geld genoeg. Ik kan totaal geen Arabisch lezen. Er zijn er vast wel een paar van jullie die het wel kunnen. Maar volgens mij staat op dit bordje te koop. Denk ik.
Geen idee. En op dit bordje staat Smit. Toch? Ben ik nou zo dom? Zo zou me kunnen. Er gaat ongetwijfeld iemand die Arabisch spreekt mij vertellen of dat ik het goed heb, ja of nee. En ik denk wel dat ik het goed heb, want wat kan er anders staan? Er kan natuurlijk ook een boodschappenlijstje staan. Dat iemand zijn boodschappenlijstje heeft opgeprikt. En dat mensen dat dan moeten kopen en dat ze dan heel blij zijn. Maar dat zal toch niet. Dat zou veel te makkelijk zijn. We moeten trouwens met de pont. Waar is de pont? Daar is de pont. Ik neem gewoon via de palen. Dat vind ik net zo makkelijk. Hop, 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 hoppakee. Pontjes zijn overrated. Hey vriend. Jij gaat mij natuurlijk naar de overkant brengen. De schuilplaats in Galata is nu veilig, maar Yusuf is nog niet teruggekeerd. Ga hem zoeken in de schuilplaats in het noordelijk deel van het keizerlijk district, in de buurt van de bazaar. En we mogen geen conflict veroorzaken. Oeps. Dat gaat waarschijnlijk heel erg moeilijk worden. Want Ezio, die zorgt namelijk altijd voor problemen. Wat hij ook doet, waar hij ook naartoe gaat, Ezio zorgt voor problemen. In dit geval is Yusuf zelf al de problemen aan het veroorzaken. Goed man. Goed gedaan, Yusuf. Echt complimenten. Ik wilde hier naartoe komen zonder gedonder. Dat ruimt. Oh, goed zo, Yusuf. Wauw. Efficiënt. You fight like a man late for his own wedding. See. By about 25 years. I was too late to see. Was een beetje moe. Unfortunately. But now that my army has doubled in size, we'll take it back together. This way. Gaan we nou in aanval? They flaunt their presence. Constantinopel beheersen. Je bent een district binnengegaan dat in de... Zo snel kan ik ook niet lezen. Ik kan heel goed lezen, maar zo snel kan het ook weer niet. Waar gaan wij heen? Volgens mij is de leider van deze stad niet zo'n hele aardige gozer. Hey, weet je, ik doe dat autolopen, doe ik maar even niet. Ik ga gewoon zelf wel lopen, dat schiet hem eerst op. We moeten waarschijnlijk wel een legertje hebben, want met z'n tweeën zo'n ding terugnemen gaat ons niet lukken. Als je ziet met hoeveel ze net waren. Dan hebben wij waarschijnlijk ook wel hulp nodig. Tenzij Yusuf weer zoiets heeft van, we lossen het zelf over op. Die kans is vrij groot. Ik ben niet confident dat een smokebomb ons hier zal helpen. Smokebomb? Ezio, it's time you Italians joined the 16th century. These do not obscure. They distract. Oké. Okay. Yusuf, wat doe je? Hé nou. Hij gooit er een bom neer en zij gaan die kant op. Waarom gaan ze met z'n vieren? Laten we dat eentje zeggen van, joh, weet je jongens, als jullie hier blijven, ga ik even kijken. Hooguit met z'n tweeën, maar niet met z'n vieren, kom. Waar hebben zij hun beveiligingsopleiding gevolgd? Zelfs ik weet dat je niet met z'n vieren moet gaan kijken wat er aan de hand is. Gaat hij me nog uitleggen wat dat voor bommen waren? Dat zou wel heel erg fijn zijn. Die kan ik misschien wel goed gebruiken. Dan hoef ik niet meer constant Leroy Jenkins-stijl ergens naar binnen te rennen. Maar kan ik gewoon een beetje nadenken, een beetje logisch en strategisch denken. Dat is ook wel eens een keer fijn. Gaat hij mij dat nog vertellen, ja of nee? Of moet ik er zelf achter gaan komen? Trouwens, Yusuf, waar gaan we in godesnaam naartoe? Daar zijn er nog een paar. Ongetwijfeld dat ik het nu mag proberen. Your turn. Told you. Make me proud. Oeps. Je weet wat je vraagt, hè, van Ezio. Kersenbom. Oeh. Lekker. Kersen zijn lekker. We moeten een bom hebben. Satie. Oké. Okay. En nu. E ingedrukt om je bom te richten. En loslaten om hem te gooien. Hap. Die arme mevrouw kreeg hem bijna op de hoofd. Tenminste, ik denk dat het een mevrouw is. Het kan natuurlijk ook een meneer in een jurk zijn. Oké. Okay. Zagen die ketap, dan ging ik lekker door de midden. Ja, lose the boys. Sukkels. Je kon ook kort op E drukken om een bom te laten vallen. Aha. Dan krijg ik toch zelf de klap of niet? Dan krijg ik zelf een bom in mijn giegel. Dat is niet tof. Die bewakers die moeten een bom in een giegel krijgen. Ik niet. Ezio krijgt al genoeg in zijn giegel. Dat is niet handig niet. Waar is trouwens mijn zwaard? Ik wil mijn zwaard. Ik vind zwaarden veel cooler dan bommen.
This is another of our many dens, taken by Templars, as you can see. Somewhere among this rabble is a Templar captain. Kill him. Then ah, dat ken ik, dat principe. Light their signal fire. Dat ken ik, dat principe. This warns the Templars. Dat is gewoon een Borgia Tower. Bene, you create a distraction. I will send them home. Okay, let's do this. Een aanval. Pijnlijk. Als zij nou alles opruimen, dan hoef ik het niet meer te doen. Ha. Goed gedaan, Yusuf. Er staat er daar nog eentje. Oké, go. Go. Er moet ergens een commandant zijn. Maar waar is de commandant? Hoe weet ik wie de commandant is? Whenever the Templars commandeer one of our tents, they leave a captain in charge. Search the area carefully, and you might see him strutting about like a peacock. Gok dat ik al weet wie de commandant is. Verbinding met de server is verbroken. Hoe kan dat nou? Ik speel op mijn eigen computer. Ik heb helemaal geen verbinding met internet. GG. GG Arezoog. Waarschijnlijk is hij het, hè? Ja, zie je wel. I knew it. Dood de commandant. Waar gaat hij heen dan? Verbinding met de server hersteld. Joepie, ik weet alleen niet wat hij hersteld heeft. En waarom blijft hij zo raar kijken? Ezio. Doe gewoon eens... Ja, goed zo, Ezio. Zoals je was. Kijken of ik die gast kan pakken. Hop. Hou je deze kant? Hey, get down from there now. Hallo! Welkom! Volledige synchronisatie mislukt? Hoe dan? Ik mocht geen conflict veroorzaken, ik moest die gozer toch vermoorden? Helemaal mooi worden. Ik vind dat hij wel volledig gesynchroniseerd is. Aan ons in dit. Dat mocht niet, maar ik moet wel die gozer vermoorden. Ja, dag. Zo gaat dat feest natuurlijk niet op, hè. 100% synchronisatie. Ik vind dat ik hem gehaald heb vandaag. Ik vind dat ik trots op mezelf mag zijn. Het is open, nee! Oké, nou, vooruit. Weet je, omdat jullie dan toch zo vervelend zijn, hè? Doe maar even dood dan. Auw. Auw. Doe niet. Waar is het medicijn? Daar. Oké, go. Hop. Deze gasten hebben weer allemaal van die lange wapens. Prik. Dat is 1. Dat is 2. Dat is auw. Jij onderbreekt mijn supercoole combo. Dat is niet tof voor jou. Jij staat ook een beetje op een afstandje te schieten. Lafbek dat je bent. Dat vind ik gewoon laf. Als je dan toch met mij wil vechten, vecht dan close. Ja, ga het ook proberen, hè? Ik zie het wel. Mag niet, is foei. Hoppa, waitsa, die voor jou. Mag ik nou tenminste mijn toren inklimmen? Ik hoop het toch wel. Hop. Ja, tot zover het geen conflict veroorzaken. Wat Ezio ook doet, het eindigt altijd in ruzie met die gozer. Spring maar, Ezio. Goed zo. Druk op shift voor het vuursignaal. Ta-ta-ta-ta. Zijn we goed bezig of zijn we goed bezig? Ik vind dat wij goed bezig zijn. Dat vind ik oprecht. Gesynchroniseerd ook nog meteen. Nou, hoe mooi wil je het hebben? Spring maar, Ezio. Oei! Ik vind hem tof. Nee, dat is geen 50%. Dat is gewoon 100%. Die kapitein moest toch dood? Oh jee, daar gaat de glitch. Ik snap er geen donder van. Wat deed ik verkeerd? Had ik misschien niet die andere soldaat moeten... Strange activity in the Animus. Oh? The CPU should be fairly idle, but the system monitor is spiking regularly. Sometimes as high as 85%. Heeft Desmond het kapot gemaakt? I'm not sure. Desmond's signs are stable. Well, if there isn't a problem, let's not try to fix anything. Fair enough. God, I need lekker vanaf blijven.
Nou, neem je wat te drinken. Kom op, denk even simpel na. Wat deed ik verkeerd? Ik denk dat ik die twee gasten tegelijk heb gepakt. Ik had alleen maar de commandant moeten pakken. Oh, daar hebben we Desmond weer. 16? Ik had alleen de commandant moeten pakken. En dan snel weg moeten rennen, à la pussy-stijl. Think about this. What if I went with you? With me? Doe maar niet. Where? It could work. Just for a while. Until I found a way out. Another body, maybe, or a... I don't know. I just... I don't want to be here anymore. That's not going to happen. I'm sorry. No. I guess I had my chance. And I wasted it. Ja, agenda laat me lekker op de grond liggen. Ja, doe maar. Wat een mafkukkel, die 16. Ik vind het maar een raar figuur. Ik weet echt totaal niet wat ik met die gozer aan mag. Desmond en Lucy. I mean, closer than friends. There was the occasional misty-eyed moment, but... She liked him, Bill. Desmond heeft gewoon zijn vriendinnetje neergejukt. Dat had hij niet moeten doen, want dan heeft hij geen vriendinnetje meer. En als hij zo doorgaat, heeft hij binnenkort zelfs ook helemaal geen vrienden meer. Taco Gamers, ik wil jullie vragen om eventjes als codewoord, want dat is ook altijd belangrijk. Codewoord voor vandaag is paspoort. Dat is codewoord. Als je dat eventjes in de comments gooit, dan weet ik wie tot de 21ste minuut heeft zitten kijken. Dat zijn natuurlijk de echte bazen. Ik wil jullie ook vragen om, als je toch bezig bent, eventjes een like op deze video te doen. Dat zou ik heel erg tof vinden, want hopelijk halen we de 1500 weer. Dan houden we gewoon lekker de likes hoog op Assassin's Creed. En dat is voor mij ook altijd een hele leuke motivatie om lekker door te gaan met deze video's. Ik ga proberen om ze wat langer te maken. Als jullie mij willen helpen door ze gewoon te liken, hebben we allebei wat. Ik zie jullie de volgende keer weer terug bij meer Assassin's Creed Revelations hier op Vaco Games. En voor nu, bedankt voor het kijken, bedankt voor het liken. En tot de volgende keer bij meer Assassin's Creed en bij meer gefaal met Ezio Auditore de Nafaalhaas. Mazzel!